Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met twee gasten, Jamal Janssen en Nancy Wijnaldum. Zij zijn de twee mensen die op dit moment staan achter de speelfilm die wordt gemaakt met als titel Sarah. Vandaag in Q-Time hebben we dus een babbeltje met Jamal en Nancy over de film. Goeiedag en welkom in Q-Time, Jamal en Nancy. Gaat het met jullie? Ja, het gaat. Okay. Goed, we praten met jullie over de film Sarah. Hè? Zoals ik het heb begrepen, zijn jullie eigenlijk al een beetje richting de eindfase. Maar ik wil jullie toch even mee terugnemen naar het begin. Vanwaar het idee om een speelfilm te gaan maken en het hele traject dat eraan vooraf gegaan is met conceptontwikkeling en alle spannende momenten, want we komen net uit coronatijd, dus dat is ook nog gebeurd in de tussentijd terwijl jullie al bezig waren. Take us back to the beginning. Als ik het zo mag zeggen, I'm Right heeft in de afgelopen jaren zich bezig gehouden met korte films. Van 5 tot 10 minuten, later werden het 20 minuten. Sinds 2020 is de heer Bijlo dus van mening dat hij dus 2 grote speelfilms wil maken, Surinaamse speelfilms. En de bedoeling hiervan is dat deze speelfilms naar de Oscars gaan. Dus zijn we dus gestart in 2020. Er was natuurlijk eerst IWIT is eigenlijk een wedstrijd. Ja, mensen komen, ze schrijven. En heeft men daaruit dus een aantal mensen zijn gekomen, ze hebben een script geschreven. En vandaar heeft men dus 2 uitgekozen, die waren dus Sarah en Lauren Chiki. En in 2020 is dus men begonnen met het aantrekken van acteurs. In 2021 had je ook nog de bijrollen. Daar ben ik dus binnengekomen, februari 2021, als bijrol voor de film Lauren Chiki. En toen zijn we dan in 2021... ergens, ik denk maart of april, gestart met de film Sarah. Mm-hmm. Oké, okay. Dus de eerste film is eigenlijk al af, zeg maar. We zijn al klaar met filmen. Ja. De heer Bijlo is bezig met het editen. Ja. En we kijken dus... En wat is de titel dus... precies? Want ik kan het niet zo goed verstaan. De titel van de film is Sarah. Nee, die andere. Loewe Chike. Loewe Chike. Ja, oké. Okay. Dat is geschreven door Sintosin. Sarah is geschreven, weet je het misschien? Door een dame. Maar van Lovichike weet ik wel dat het geschreven is door Sintosin. Ja, oké. Okay. En zijn deze films short movies of echte speelfilms van anderhalf uur? Deze films zijn anderhalf uur. Dus deze films zijn eigenlijk, wat we zijn van de short movies gegaan naar de echte speelfilms. En... het leuke van deze films zijn eigenlijk dat we uiteindelijk naar de Oscars willen gaan of zullen gaan. Ja. Dus het is een hell of a job. Ja. Het is een heel project geweest. Vooral eigenlijk het COVID eigenlijk. Want we zijn eigenlijk gestart, we wilden eigenlijk dit jaar eigenlijk aan de Oscars gaan. Maar omdat COVID er dus kwam vorig jaar, op de afgelopen jaren, hebben we een hele pauze gehad. Maar eigenlijk hebben we gezegd van, weet je wat, we gaan toch gewoon doorstarten. Ja, ja. En hoe even dat Suriname alvast eigenlijk de film kan zien. En dan gaan we dan verder met de Oscars. Ja. Oké. Okay. Waarover gaat Loewe Chiki? Loewe Chiki gaat over, is een slavenfilm. Het gaat over de slaven die als het ware in contact komen met de Indianen in het binnenland. En daarover gaat het zo'n beetje. Oké. Okay. En Sarah? Het gaat over Sarah, neem ik aan. Nou, Sarah gaat over eigenlijk nu zijn we eigenlijk aan het aanstomen van de film Sarah. En ik ben de regisseur van de film. En Sarah gaat over een eventplanner, een dame, die eigenlijk al vanaf kleins af te maken heeft gehad, vanaf haar vader, met eigenlijk de verkeerde mannen. Huiselijk geweld, verkeerde mannen. En op de 32-jarige leeftijd, na 6 maanden dat er maar overleden is, ontmoet ze volgens haar de ideale man. Mm-hmm. Dus nogmaals, na 6 maanden haar man is overleden, ontmoet ze volgens haar de ideale man. De vraag is nu, is dat wel de ideale man? Dus dat is eigenlijk, dat zullen we gaan uitvinden bij het bekijken van de film. De vraag is eigenlijk, bestaat de ideale man? Ik denk dat de vraag is meer.
Dag Nancy. Ik laat die Ja. Oké, een heel gedurfde stap als jullie zeggen dat jullie een Oscars willen. Hebben jullie dat traject geresearched over hoe dat in zijn werk gaat? En misschien kan je dat ook met ons delen. Wel, daar heb ik echt, de heer Belo die gaat echt mee. Ik ben meer assistant executive producer. Ik hou me dus bezig met zoeken naar sponsoren, af en toe helpen met het organiseren van filmdagen. Maar dat soort, daarop heb ik geen antwoord. Oké. Dat tape is sowieso wel afgelegd, want er zijn een aantal spelregels waar je moet voldoen. De filmkwaliteit natuurlijk. Hoe je moet filmen, bepaalde technieken. Dus dat zijn dingen waarop er streng gelet wordt. Waarbij we constant eigenlijk mee zitten van oké, we moeten eigenlijk aan de standaarden voldoen. Om het en gaan jullie allebei de films inleveren of inzenden? Ja, is het bedoeling dat beide films gepubliceerd worden. Oké, spannend. En in welke categorie zien jullie dit, verschijnen? Sarah is eigenlijk ligt in de thriller en drama. Documentaire historie, maar toch een tintje romans inderdaad. Oké. Maar in de categorie buitenlandse films neem ik aan, want ik neem aan dat we Nederlands praten of andere taal praten dan het Engels. Dus dat maakt het altijd een andere categorie, maar wel zeer ambitieus. Voordat jullie naar de Oscars gaan, is het natuurlijk ook wel zaak dat wij in Suriname hier de film Loe Chieke en Sarah gaan zien. Wat is jullie planning daarover? Sowieso in Suriname gaan we. We moeten eigenlijk hier beginnen. Dus sowieso. Het zou niet erg charmant zijn, hè? Als we de film eerst naar het buitenland worden gestuurd en wij weten in Suriname niet wat jullie doen. We gaan in Surinaamse backing moeten hebben. Dus we moeten eerst gewoon gaan. In Suriname moeten zijn om verder te kunnen gaan met de ondersteuning van Suriname. Dus het komt sowieso eerst in TBA op de verschillende streamingplatforms, want tegenwoordig is alles digitaal. Dus los van TBA gaan we ook mooi streamen, Netflix, alle platformen eigenlijk die mogelijk zijn, zullen de films geplaatst worden. En voor wanneer plannen jullie dit? Eind dit jaar om deze film, om de film altijd de film Sarah alvast uit te brengen. En zo gaan we ook klaar zijn eigenlijk met Sarah gaan we dat met je dit. Dus het is allemaal in rap tempo. Oké. En Loe Chieke is alles al gefilmd en zijn jullie nu bezig met de editing? Ja toch? Nee. Sarah is alles gefilmd. Loe Chieke zijn nog niet begonnen. Oh, met Loe Chieke zijn nog niet begonnen? Nee. Maar gaat het dan wel lukken voor dit jaar? Het zijn intensieve weekenden. Elk weekend. Dus we hebben eigenlijk geen weekend meer. Elk weekend zijn we bezig te filmen en we zijn eigenlijk al bijna een jaar. Zo gaan ze. En dus eigenlijk, als ik een weekend niet veel, dan bleek het zo saai. Je bent daar gewend. Dus ik denk wel dat we. Het streven is wel dat we meer films in dit jaar afleveren. Oké, mooi vooruitzicht. Maar waar komt de financiering vandaan? Want het is natuurlijk geen klein project. Het is een mooie vraag. we doen het allemaal. We doen het allemaal van, met sponsoren. We zijn constant bezig. Mensen aan te trekken die graag willen sponsoren. Elk weekend hebben we dus een crew die we van voeding moeten voorzien. Om naar de verschillende plekken te gaan, moeten we natuurlijk ook soms mensen betalen, locaties enzovoort. En dat moeten we allemaal doen vanuit sponsoringen. Het is niet altijd even makkelijk in deze moeilijke tijd om sponsors aan te trekken. Maar streven echt naar, we proberen, we kijken. En waar het niet lukt, moet ons zelf inkomen. Dus misschien kan ik straks van deze plek uit een beroep doen of bedrijven en individuele mensen, ondernemers die graag zouden willen dit Surinaams product te ondersteunen. Onze groep bestaat wel voornamelijk uit vrijwilligers. Ja, en jonge mensen. Jonge mensen, eigenlijk iedereen die een droom heeft. Om in de filmwereld te komen eigenlijk. Iron biedt voor die personen eigenlijk een platform. Eigenlijk de aanbod van filmmakers wordt steeds meer groter. Helemaal. Oké. Nou, zeer ambitieus traject. Ik wens jullie heel erg veel succes ermee. We kijken er naar uit als we inderdaad tegen het einde van het jaar deze twee nieuwe films aan het Surinaamse filmrepertoire
zouden kunnen toevoegen. En ik zou zeggen, zet hem op elk weekend, want het is geen makkelijke klus. Ik denk dat mensen best onderschatten wat er allemaal bij komt kijken. Echt, ja. Intensief werken. Nou, Nancy en Jamal, hou ons op de hoogte van jullie ontwikkelingen. Maar we zullen het zeker ook vanuit de buitenkant proberen te volgen om te kijken hoe dat verloopt. Met ja, we hebben een paar zinnen uitgebreid. We zijn eigenlijk zo goed als elk weekend live. Oké, zodat mensen echt kunnen meevolgen wat er gebeurt. Leuk. Ja. Oké, very nice. Oké, thank you so much. Heel erg veel succes. En nog een paar maanden, zet hem op. Het traject naar het hoogste niveau. Ik ben benieuwd. Heel veel succes toegewenst. En we kijken met spanning uit. Dankjewel. Ja? Oké. Is goed. Bye. Bye-bye. Dat was het gesprek met Jamal Jansen en Nancy Wijnaldum. We spraken over twee films waar ze mee bezig zijn. Sarah en Loe Chike. Ze hebben het kort een beetje verteld over wat de films inhouden en waar het vandaan komt. Maar het mooiste nog van dit verhaal is dat ze ernaar streven om deze twee films te laten meedingen naar de prestigieuze Filmprijs Award, namelijk de Oscars. Nou, we zijn benieuwd, we wensen ze heel erg veel succes toe. En zoals ze het zelf hebben gezegd, zijn ze elk weekend ook live via Facebook te volgen over hoe de opnames eraan toe gaan. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.